Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn veel producten zien van zowel januari als februari. Het is een hele kleine buit, want het zit allemaal in dit kleine bakje. Maar het zijn toch een aantal producten die ik niet fijn vond. En ik vind het toch wel belangrijk om dit ook met jullie te delen. Want ik deel tenslotte ook de producten die ik wel fijn vind. En ik het ook belangrijk vind om te vertellen waarom ik een product niet fijn vond. Omdat ik wel zo eerlijk mijn mening wil blijven geven. Mocht je benieuwd zijn welke producten ik dus niet fijn vond van zowel januari als februari, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ondanks dat dit een veel product video is, wil ik toch nog even twee producten laten zien die ik wel fijn vond. Dan kun je je afvragen, waarom? Nou, heel simpel, ik ben dit gewoon vergeten om in mijn favoriete video toe te voegen. Heeft ook een reden, normaal doe ik dus alles in een bakje wat ik fijn vond, maar dit gaat over kwasten. En die gebruik ik dus gewoon continu, dus vandaar dat ik ze ben vergeten. Maar ik deze toch nog eventjes wilde laten zien. Ik heb ook heel erg nagedacht van wat is de beste manier om dit te gaan doen. Zal ik ze in de volgende favoriete producten laten zien? Of ga ik hem toch nog even voor deze maand erbij pakken. En ik heb daarvoor gekozen omdat de kans heel groot is dat ik het volgende maand weer vergeet. Ik ga even beginnen met de kwast van de Real Techniques. Die zat in dit doosje. En dit is de Instapot Face Brush. Zat in dit doosje dus. En dat is deze kwast. Dit is een kwast die ik een paar maanden geleden heb gekocht bij het Kruidvat met een fixe korting van 50%. Dus volgens mij was die nog €7,50. Mocht je mijn vlogs volgen, heb je dat misschien wel meegekregen. Dit is een kwast die echt heel erg handig is ook om te baken. Dus om losse poeder mee aan te brengen en lekker uit te blenden. Nou, je kunt hem natuurlijk voor heel veel doeleinden gebruiken. Dit is een tip die ze meegeven op het doosje. Maar je kunt hem ook gewoon gebruiken voor blending, wat ik momenteel doe. Ik vind hem heel erg fijn om te gebruiken bij het inblenden van mijn bronzer. Om hem even de harde lijnen wat te vervagen. Daar gebruik ik hem momenteel voor. Maar officieel is dit dus een Instapot Face Brush. En het leuke van deze vind ik dat deze nog de oude kleuren heeft. Real Techniques heeft tegenwoordig zijn kwasten wat vernieuwd qua kleuren. En ze hebben nu wat lichtere kleuren en ook geen zwarte handvaten meer. Maar ik vond het wel heel erg tof dat deze toch nog tot de oude collectie behoorde. Omdat ik alles eigenlijk heb van de oude collectie op mijn concealer brush na. Natuurlijk als ik weer nieuwe kwasten erbij ga kopen, zal ik ook terechtkomen in de nieuwe collectie. Maar ik vond deze wel heel erg tof en ik vind het een hele fijne kwast met hele fijne haren en die prima werkt. Hij werkt ook echt wel hoor voor baking, maar ja, ik vind dat vaak een beetje te veel werk. Dus het is niet iets wat ik heel vaak doe, maar hij werkt voor heel veel doeleinden. Dus dat is deze kwast. En dan heb ik nog een kwastensetje van Echo Tools, die ik niet meer helemaal bij elkaar heb, maar dat zijn dus deze. Dit is dus het doosje waar die in zit. Dit is een opbergdoosje die je erbij krijgt. En daar kun je je kwasten ook in opstapelen. Dat kun je hier achterop zien. Daar hebben ze een hele opstapeling gemaakt van die doosjes. Ik doe dat zelf niet, want ik zet ze gewoon in mijn kwastenbak neer. En er zitten ook wat tutorials bij. Hier heb je er eentje. Als je dit dus losmaakt, zitten er hier op de achterkant ook nog twee. Dit is trouwens de Daily Defined Eye collectie. Hier zitten dus 5 kwastjes in. Ik moet zeggen, ik wil mijn collectie van Real Techniques compleet maken. Maar daarnaast wil ik ook eigenlijk de kwasten van Echo Tools erbij gaan gebruiken. Dit was mijn allereerste ervaring met Echo Tools kwasten. En ik moet zeggen dat die heel positief was. Dit zijn hele milieuvriendelijke kwasten ook en ecologisch. En ze hebben een bamboe handvat, zoals je kan zien. Ik heb hier een dingetje die nog aan dit kwastje zat, die er even af moet. Ze hebben een bamboe handvat en het zijn gewoon hele fijne kwasten. Ik heb hier dus 5 kwasten die ik met heel veel liefde al heb gebruikt. En ook ze blijven heel erg mooi na het wassen, ook de handvaten. Ik heb allereerst hier een liner smudge die heel erg handig is om bijvoorbeeld kleine lijntjes onder je ogen te zetten met oogschaduw. Als je hier bijvoorbeeld een heel lijntje wil, dan kan je heel klein lijntje zo aanbrengen. Daar zit het kwastje heel erg fijn voor. Dan heb ik een large shadow. Die vind ik heel erg fijn om te gebruiken in de arcadeboog. En ja, gewoon de kaden zijn ook heel erg lekker zacht. Dus die vind ik daarvoor heel erg handig. Dan heb ik een accent shadow. Die ook weer heel erg handig is om bijvoorbeeld in je buitenste ooghoek
make-up meer aan te brengen. Om net wat meer accenten te creëren. Of bijvoorbeeld nog een extra lijntje in de arcadeboog. Je kunt ze natuurlijk gebruiken waarvoor je wil. En dan heb ik nog een detail liner. Die ook weer heel erg handig kan zijn. Om net wat kleine details ook voor onder de ogen. Maar ook bijvoorbeeld gewoon. Je kunt hier bijvoorbeeld ook een heel strak lijntje mee trekken. Als je een eyeliner wil maken met oogschaduw. Dan kan dit ook bijvoorbeeld met dit kwastje. En de laatste die ik heb, dat is een angled crease. En deze zou ook heel erg handig zijn voor in je crease. Maar ik vind deze ook wel heel erg handig voor in de buitenste ooghoek. Maar ook wel gewoon voor mijn bewegend ooglid. Dus dat is deze. Hele goede, fijne kwasten. Ze zijn over het algemeen iets goedkoper als de setjes van Real Techniques. Want voor een standaard set van Real Techniques ben je al gauw 25 euro kwijt. Misschien iets minder, 22,5. De prijzen verschillen heel erg. En dit soort setjes die kosten gewoon 16,95 geloof ik. Ik heb hem dan met korting gekocht, want Ethos heeft regelmatig korting. Dus mijn eerste indruk van Echo Tools was gewoon heel erg fijn. En dit wilde ik toch nog even met jullie delen. Dan ga ik nu door naar de producten die ik dus niet fijn vind. Ik begin even met een paar producten uit een limited editie van Essence. Of een trend editie zoals Essence het zelf noemt. En dat is de Crystal Dreams collectie. Allereerst heb ik hier een Luminizer. Ik weet niet of die het echt lekker laat zien aan jullie. Dit is een product die je kunt aanbrengen onder je foundation. Eigenlijk ook als een soort primer. Dit is de 01 Frozen Shine. Nou, de verpakking vind ik hartstikke leuk. Ziet er heel erg leuk uit. Alleen deze Luminizer die belooft een hele mooie glans. Dus als je deze aan zou brengen, zou je een hele mooie glans krijgen op je gezicht. Heeft gewoon een tubetje die gewoon prima werkt. En ik vond het product op mijn gezicht echt heel fijn aanvoelen. Alleen dat was dan ook wel echt alles. Ik zag niet die glans die die zou geven terug. Met swatchen zag je echt een hele mooie glans. Maar op mijn gezicht zag ik hier niks van terug. Dus ook toen ik mijn foundation eroverheen aanbracht, zag je niet dat ik een wat mooiere, gezondere glans doorheen kreeg. En dat vond ik toch wel jammer, omdat dit een luminizer is die dat echt specifiek belooft. Dan kan ik de structuur van het product heel fijn vinden. Alleen, omdat het toch die glans niet gaf, dacht ik van nee, dat is hem toch net niet. Dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ondanks dat het er leuk uitziet, fijn avond op mijn gezicht, is hij toch bij de niet-favoriete beland. Omdat ik toch wel echt die glans miste die deze beloofde. Dus helaas. Dan het volgende product uit die collectie. En dat is de Luminizing Fixing Spray. Nou, fixing sprays die kennen we natuurlijk allemaal. Fixing sprays die breng je aan nadat je je hele make-up klaar hebt. Om je make-up wat langer te laten zitten. Deze fixing spray zou heel bijzonder zijn. Want die zou ook een glansje geven. Nou ja, niks was minder waar. Want het heeft een heel fijn flaconnetje. En er komt een fijne hoeveelheid spray uit. Maar die glans... Nee, je ziet die glans wel weer dan terug in het flesje. Hij heeft overigens geen naam gekregen. Maar ja, het was voor mij een gewone fixing spray waar geen glans in zat. Dat vond ik toch wel heel erg jammer, want dat had ik toch wel echt verwacht. En ja, dan denk ik als je dat specifiek belooft, dan beland je bij mij toch in de... Veel producten, omdat er al zoveel normale fixing sprays zijn die geen glans achterlaten, vond ik het toch wel jammer omdat deze dat specifiek beloofde. Dus helaas, ook deze heeft het niet gered. Dan ben ik toe aan de twee laatste producten uit die collectie en dat zijn twee lipolies. Dit zijn tinting lipolies. Ik heb ze in twee kleuren. Ik heb hier allereerst, even kijken naar de naam hoor. Ik heb de 01 Frozen Kisses, dat is deze. En ik heb de 02 Crystal Love. Ik vind de verpakkingen heel erg leuk. Want ze zijn kristalvormig. Daar kan ik echt helemaal niks over zeggen. Vind ik heel top bedacht. Ze zouden ook een kleurtje afgeven. Nou, ze gaven wel een kleur af. Maar dat was allebei vrij hetzelfde. Deze was iets lichter als deze. Maar ik vond ze toch wel heel erg tintelen op mijn lippen. En ik vind lipolie op zich best wel fijn om te gebruiken. Maar dan wel voor thuis. Ik zou er dus weer niet mee de deur uitgaan. Omdat het best wel vet is. En je haren eraan blijven plakken. En die tinteling die vond ik gewoon niet zo fijn. En dat is hetzelfde als een product menthol bevat. Daar ben ik ook niet heel erg weg van. Omdat het gevoel wat het geeft gewoon heel erg vervelend vind. Dus vandaar dat deze dan toch weer niet favoriet zijn. Ze hadden wel trouwens een fijne normale applicator.
kijk, een beetje plat. Maar daar hield het dan ook mee op. Het was gewoon niet dat ik dacht van, oh yes, dit gaat het zijn. Ik heb ze even getest, maar ik heb ze ook niet heel lang opgelaten. Omdat ik het gevoel gewoon niet fijn vond. Vond ik heel erg jammer. Ik had het leuker gevonden als het gewoon lipglossjes of lipsticks waren geweest. Maar lipolie, deze lipolie vond ik in ieder geval niet fijn. Omdat ze het voor mij gewoon niet deden. Dus helaas. Dan heb ik een mascara van Catrice. Deze komt uit de Glam & Doll lijn. Dit is de Volume Mascara in waterproof variant. Je hebt deze ook in een normale variant. Die heb ik al wel getest. Die vond ik overigens wel heel erg fijn. Dus ik dacht, nou, eens even kijken of de waterproof variant ook zo goed bevalt. Helaas was dat niet zo. Mijn ogen kregen eigenlijk, of mijn wimpers kregen eigenlijk weinig volume van deze mascara. Hij zou ook een poppenogen effect geven wat ik niet kreeg. Mijn wimpers werden er ook niet dikker van. Ik heb meerdere laagjes aangebracht, maar het deed eigenlijk te weinig voor mijn ogen. Het was gewoon, ja, ik vond het te minimaal. Mijn wimpers werden er zwart van, maar als ik hem dan vergeleek met de normale mascara, die deed gewoon echt heel veel voor mijn wimpers en dan deze niet. En ik dacht, nou ja, omdat het eigenlijk voor de rest dezelfde mascara is, alleen de formule is iets anders omdat deze waterproof is, ben ik benieuwd of dat deze dan ook zo'nzelfde effect zal geven als dus de normale variant. Het is dus helaas niet zo. Ook ben ik niet heel erg kapot van dit soort borsteltjes. Ze hebben hele korte haartjes. En met die korte haartjes zou je wel dus bij alle wimpertjes kunnen. Nou, ik zag echt heel veel wimpertjes die dus nog steeds niet geraakt waren. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Dus ik zou dan toch liever voor de normale variant gaan. Omdat deze me toch best wel teleur heeft gesteld. En niet echt, ja, lekker zijn werk deed als wat er beloofd werd. Dus ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Want ik had echt gehoopt dat deze net zo fijn zou zijn. Want waterproof mascara is op den tijd gewoon hartstikke fijn. Vooral met het slechte weer, met regen, is waterproof variant heerlijk. Maar nee, deze die doet niet hetzelfde als de normale variant. En dat is gewoon heel erg jammer. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product en dat is deze matte blush van Essence. Het is de Matte Soft Touch Blush in de kleur 10 Peach Me Up. Ik vond deze niet fijn omdat deze helaas te weinig pigment bevat. Hij ziet er wel heel erg leuk uit. Hij heeft aan de binnenkant sterretjes. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien, maar hij ziet er heel erg leuk uit, alleen te weinig pigment. En waardoor ik eigenlijk heel veel moest aanbrengen om er iets van te zien. En ik vind altijd twee laagjes wel genoeg. Helaas is hij gewoon te zacht. En ik vind peach blushes normaal best wel mooi als ze voldoende pigment bevat. En dat miste ik bij deze blush gewoon heel erg. Ondanks dat hij er wel super leuk uitziet. De doosje is ook gewoon echt standaard Essence. Ja, pas gewoon heel bij Essence. Ik vind het heel erg leuk vormgegeven. Ook met die zwarte tekst en die sterretjes die je er doorheen ziet. Maar helaas was het geen blush die voor mij een blijvertje is. Omdat hij gewoon te weinig pigment bevat. En ik vind het toch wel fijn als een blush wel redelijk wat pigment bevat. En dat had deze helaas gewoon niet. Dus nee, helaas geen favoriet van mij. Dan waren dit al mijn felproducten van januari en februari. Het waren er niet heel veel, wat aan de ene kant wel fijn is. Want ja, ik had dus meer favoriete producten. Maar zoals ik in het begin van de video al zei, ik vind het toch altijd wel belangrijk om ook dit soort producten met jullie te delen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie wel eens een van deze producten hebben getest. En of jullie mening misschien toch anders is. Of jullie deze producten toch fijn vonden. Laat het zeker even weten bij de comments. En ik maak dit soort video's natuurlijk ook omdat ik jullie ook wil behoeden voor misschien miskopen. En ik weet wel, meningen verschillen heel erg. Dus het kan zijn dat jullie een product heel fijn vinden die ik niet fijn vond. Helaas zitten er dus ook wat limited edities bij die misschien al niet meer te koop zijn. Of je ze kunt ze misschien nog in een bak vinden met de uitverkoop. Maar ik zou deze in ieder geval niet aanraden. Ik hoop in ieder geval dat je deze video weer leuk vond en dat je er wat aan hebt gehad. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook even dat belletje aanzetten en dan krijg je een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. En hoef je niks te missen. Vond je deze video leuk, dus zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je in ieder geval bij een volgende video weer te zien. Doeg!